Leuk dat je kijkt naar deze video. Dit is een info-video en die gaat over de Finecto Plus. En dat is een omgevingsspray en dat is een voeder. Nou ja, voeder, een supplement moet ik zeggen. Die heb ik van Finecto gekregen om het een en het ander uit te leggen over mijten en luizen. En naast mijten en luizen staat in de omschrijving ook dat het helpt bij zomereczeem. Verona staat naast een tinker en die heeft, soms is die aan het stampen. En Verona die heeft last van mok. Nou, kan je 1 en 1 bij elkaar optellen en dan denken dat het mijten en luizen zouden kunnen zijn. Hier moet je eigenlijk onderzoek voor doen, dat adviseert Finecto ook. Er zijn 3 redenen om Finecto Plus te gebruiken. En die 3 redenen zijn: je bereikt alle luizen en mijten die op je paard zitten. En in de zomer natuurlijk ook de knutten, dazen en vliegen. Tweede reden is: het is 100% natuurlijk en het heeft geen resistentieopbouw. En de derde reden is: het werkt beter bij inspanning. Het paard gaat dan zweten en dan komt het uit zijn poriën zetten. Er zitten namelijk allerlei kruiden en etherische oliën in. Die komen dan in de bloedbaan en het paard gaat zweten. En dan vervolgens komt het uit de poriën. En al deze beestjes die heten ectoparasieten. Maar ja, het zijn allemaal parasieten en elk paard heeft er last van. Doordat je het in het voer doet, bereik je alle ectoparasieten. Dus die luizen, mijten, knutten, dazen, vliegen. Die bereik je over het hele paard. Dit gaat namelijk in de bloedbaan zitten. En daarmee wordt je paard dus niet meer aantrekkelijk voor al die rottige beestjes die je veroorzaken. De reden dat ze niet meer lekker zijn voor die parasieten is namelijk dat wat hierin zit, kunnen ze niet verteren. Het paard heeft er geen last van, maar de beestjes kunnen het dus niet verteren. Nou, wanneer moet je beginnen met het behandelen van, of door het voorheen stoppen, zullen we zeggen. Dat is begin oktober, want dan, dan komen die beestjes natuurlijk allemaal weer aanzetten. Dus dan is het handig als je dit al door het voorheen hebt gedaan. Door begin oktober al te beginnen met dit toe te voegen aan het voer, voorkom je dus eigenlijk dat de paarden problemen krijgen. Zodra het winter wordt, gaan we natuurlijk, in het najaar is dat eigenlijk, dan gaan de paarden over naar hun wintervacht. Ze gaan dus verharen, dat kost heel veel energie. Daarmee gaat de weerstand van het paard ook omlaag, of je pony natuurlijk. Dat wil je natuurlijk zo hoog mogelijk houden, want een paard met een lage weerstand is natuurlijk vatbaar voor allerlei kwaaltjes. We hebben natuurlijk ook allemaal gehad dat de paardjes aan het hoesten waren, dus toen moesten weer medicijnen in. Dat wil je eigenlijk voorkomen. Dan is Verona pas geopereerd, dus dan konden we het niet voorkomen. Maar door dit toe te voegen hoeven ze in ieder geval niet te vechten tegen allerlei beestjes. Dus dat helpt dan ook weer de weerstand een beetje te verhogen. Daarnaast is het wel zo dat al die beestjes, vooral mijten en luizen, die zijn overdraagbaar. Dus behandel je alleen je eigen paard, dan heeft dat meestal niet zoveel effect. Dan blijven die beesten natuurlijk gewoon komen en moet het paard continu vechten. Je paard is dan wel minder aantrekkelijk voor die beestjes, maar dat wil natuurlijk niet zeggen als bij wijze van spreken een hele kudde last heeft van die beestjes, dat jouw paard dan helemaal zonder blijft. Dus het is wel belangrijk dat als er mijten of luizen of wat voor beestjes dan ook zijn, dat je de hele kudde behandelt, of van alle paarden in ieder geval. Dan heeft Finecto Plus nog een aantal do's en don'ts voor jullie om te beginnen. Voordat je begint met voeren en sprayen, laat een diagnose stellen. Dat gebeurt onder een microscoop, dus dat moet je even door je dierenarts laten doen. Wat ik zei, het is 100% natuurlijk, dus wij gaan het nu gewoon voeren zonder dat ik het onderzoek laat doen. Begin te behandelen voordat het een probleem wordt. Er zijn 2 verschillende doses, staat op de achterkant. De een is preventief en de andere is dosis is dus wat hoger en die is als je paard er al last van heeft. Vergeet niet dat alle beestjes zoals mijten en luizen, die gaan ook in je harnassement zitten, die gaan in je deken zitten, in je peeskappen, nou ja, overal. Dus vergeet niet dat je ook zelf wel alle spullen schoon moet houden, regelmatig wassen, singles en dat soort dingen. Als ze van leer zijn, netjes op tijd schoonmaken en poetsen. Ik doe het elke dag. Het scheelt je een hoop gedoe als je dat 1 keer per jaar moet gaan doen of 1 keer per half jaar. Tessa heeft een neopreen single en die doe ik gewoon in de wasmachine. Dus de peeskappen van de paardjes en ponies gaan bij ons ook gewoon in de wasmachine. Dekje gebruik ik. Nou,
totdat hij vies is. Meestal is dat 2-3 dagen. En dan gaat hij ook in de wasmachine. Maar heeft je paard, weet je zeker dat je paard last heeft van mijt en luister, dan zou ik gewoon elke dag gaan wassen. De volgende doel is let op suiker. Dus eigenlijk is het een don't. Geef geen suiker. Mijten die zijn dol op suiker. Dus als jij dat aan je paard voert, komt dat ook in de bloedbaan. En dan denkt die meid, lekker hapje. Dus eigenlijk een don't. Nog een doel is let op de weerstand van je paard. Want hoe minder weerstand het paard heeft, hoe gevoeliger het is voor allerlei kwaaltjes. Dus hou vooral de weerstand goed in de gaten. Dan heeft Vinecto Plus ook nog een aantal don'ts voor je. En de eerste is, wacht niet te lang met behandelen. Want als je te lang wacht met behandelen, dan is de meid of de luis, die is er al. Of de zomerexeem. En dan duurt het dus langer. Helende wondjes jeuken ook, dus het paard blijft de jeuk houden. Daarnaast leggen al die beesten natuurlijk eitjes in de vacht van het paard. En dat wil je eigenlijk natuurlijk helemaal niet, want dat komt allemaal weer uit. Dus je wil eigenlijk voordat de ectoparasieten op je paard komen, wil je eigenlijk dat het paard behandeld is. Omdat je dan, omdat ze dan eigenlijk helemaal niet komen. Of in ieder geval een heel stuk minder. En nog een don't is gebruik geen chemische middelen. Die beestjes die worden resistent tegen chemische middelen. En dan heb je alleen maar weer andere chemische middelen nodig. Dat geldt dus niet voor natuurlijke middelen. Of in ieder geval niet voor deze natuurlijke middelen. Op stal ga ik jullie nog eventjes Verona's benen laten zien. Dan kun je een beetje zien hoe dat eruit ziet. Ik wil niet zeggen, ik heb het niet laten controleren. Dus ik wil niet zeggen dat dat van een meid of luizen komt. Alleen ze heeft er nu al weer last van. Dus ik ga het in ieder geval even laten zien. En we gaan het voeren aan ze. Verona krijgt van mij altijd een beetje muesli. Nog. Ik krijg zat voer op de manege hoor. Maar dit is om een beetje... Het is koud vandaag. Dit is om haar een beetje actiever te houden. En ze krijgt wel. En daar gaan we dus die Vinecto Plus overheen doen. Je hebt dus verschillende doseringen voor paarden en ponies. Je hebt, even kijken, zwaarder dan 400 gram. Die krijgt de eerste week 6 maatschepjes per paard per dag. Tweede week 4 maatschepjes per dag. En, en daarna 2 maatschepjes per dag. Bij ponies, dus onder de 400 kilo, die krijgen dus 3 maatschepjes per paard per dag in de eerste week. Tweede week krijgen ze, even kijken hoor, 2 maatschepjes per pony per dag, klein paard. En daarna krijgen ze 1 maatschepje per dag. Nou, als je preventief geeft, dan is het minder, want dan krijgen ze gewoon 2 maatschepjes per dag als ze zwaarder zijn dan 400 kilo. En zijn ze lichter dan 400 kilo, krijgen ze 1 maatschepje per dag. Nou ja, zoals ik zeg, ik heb bij Verona helemaal niks laten testen. Dus, maar ik begin toch met curatief, heet dat dan. Dus als je denkt dat er iets zou kunnen zijn. Dus ik ga haar nu gewoon die eerste week 6 maatschepjes per dag geven. En Bella en Henja, die krijgen het dan preventief. Dus die krijgen maar 1 schepje per dag. Gebruiksaanwijzing zit er nog voor. Op, die haal ik er even af. De pot gaat open. Nou, in de vuilnisbak gooi je zo meteen. En dan ziet het er zo uit. Het ruikt wel lekker. Het ruikt een beetje naar badzout. En dan zijn dit de maatschepjes. Dus op zich, kijk zo. En dan gaan er dan 6 afstrijken. Zo, 6 gaan erin. Ik heb het dus over de muesli heen gedaan. Mix het er even doorheen. Zoals je ook met de andere poeders kan doen. Nou, ik ga er nog een beetje water in gooien, dan plakt het beter. Nou, nu ziet het er zo uit. Dan heb ik er water in gegooid. Dat is een beetje bij plakken. De Verona kan niet wachten. Dus ze moet wachten. Want ik ben de baas. Pas op, zei jij. Nee! Nee, wachten. Blijkbaar ruikt het lekker, want ze blijft er nog gewoon. Hier, lik het eerst maar uit. Kun je dat? Nou, blijkbaar is het wel lekker. Goeie stuf, zegt ze. Hé? Ja. Nou, mag prima. Hé? Ruikt lekker. Ik moet Verona benen even laten zien. Kijk. Goed kijkt zo, zie je dat het wat dunnig haar is, dat het een beetje geïrriteerd is. Tenminste, ik hoop dat je dat kunt zien op video. En als je hier kijkt, zo, dan zie je dat ze hier een beetje last van mok heeft. Nu smeer ik daar altijd Bepanthen op. Kijk of ik het beter kan laten zien.
bijna helemaal genezen, maar dan nog. Ik moet dit heel erg bijhouden, dus ik hoop dat dit gaat helpen. Deze video wordt gesponsord door Finecto Plus. Wil je nog meer informatie, dan kan je dat hieronder allemaal vinden. Daarin staat de website waar je het spul ook kan kopen, in welke winkels je het kunt kopen. En ook linkjes naar wat ik net allemaal verteld heb, want ze hebben er een aantal blogs over geschreven. Mocht je dit product aan gaan schaffen, dan krijg je daar gewoon een uitgebreide brochure bij. Ook op de pot zelf zit een gebruiksaanwijzing, kan je er gewoon afhalen. En daar staat eigenlijk de hele informatie ook in. En buiten dat hebben ze een zeer uitgebreide website waarvan alles staat over de producten. Dus mocht je nog vragen hebben, dan kan je die natuurlijk kwijt. Ik zal ook een e-mailadres nog hieronder linken, want dan kun je als je vragen hebt ook ze gewoon e-mailen. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Zeker als je een paard hebt dat last heeft van allerlei rottige beestjes, dan is het zeker aan te raden om dit uit te proberen. Je kunt ook een aantal reviews op de website van Finecto Plus lezen van mensen die het al gebruikt hebben. Dus mocht je toch nog twijfelen, dan kan je zeker daar even naar kijken. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie heel graag bij een volgende video. Doeg!